Dit is Centrumkerk. Een cursus missionair leven en kerk zijn vanuit het hart van het evangelie. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Tim Keller. Module Evangelie, deel 1. Theologie van het evangelie. Het evangelie is iets heel anders dan religiositeit of secularisme. Het is een derde manier om een relatie met God te hebben, namelijk genade. Daarom verkondigen wij het evangelie op een unieke, evenwichtige manier, waarbij de fouten van de uitersten worden vermeden en de scherpte van het evangelie getrouw wordt overgebracht. 3. Het evangelie beïnvloedt alles. Bij het evangelie hoort een nieuwe manier van leven. Het heeft invloed op heel ons leven en is een kracht die nieuw leven in ons werkt. Al eerder zagen we dat de kern van het evangelie bestaat uit 3 basiselementen die uitleggen wat Jezus Christus heeft gedaan om ons te redden. 1. Jezus menswording. 2. Jezus plaatsvervangend sterven. 3. Jezus herstel van de wereld in zijn opstanding en wederkomst. We werken deze 3 punten uit. 1. Jezus menswording laat zien dat het evangelie alles ondersteboven zet. Omdat Jezus de koning was die een dienaar werd, gelden in heel zijn koninkrijk omgekeerde waarden. Armen, bedroefden en vervolgden staan boven rijken, aanzienlijken en verzadigden. Jezus triomfeerde niet door uitoefening van macht, maar door opofferend te dienen. Dit is een volkomen omkering van de aardse manier van denken. Het evangelie schept een gemeenschap waarin mensen elkaar dienen en op een heel andere manier mens zijn. Gevoelens van superioriteit op grond van ras of klasse, rijk en machtig worden ten koste van anderen, en streven naar populariteit en erkenning zijn tekenen van het leven in de wereld. Het is tegenovergesteld aan een evangelie-mindset. 2. Jezus plaatsvervangend sterven laat zien dat het evangelie alles binnenste buiten keert. Jezus nam onze plaats in aan het kruis en bracht redding, die wij gratis ontvangen. Religieus en wettisch denken redeneert dat als wij goede daden doen, God in ons hart zal wonen en ons zal redden. In het evangelie is het andersom. Als ik in mijn hart weet dat God mij heeft geaccepteerd en mij om niet in zijn genade lief heeft, dan kan ik beginnen te gehoorzamen uit innerlijke blijdschap en dankbaarheid. Religie gaat van buiten naar binnen. Het evangelie keert alles binnenste buiten. We worden gerechtvaardigd door genade alleen, niet door daden. We zijn rechtvaardig en prachtig in Gods ogen door het werk van Christus. Als we dat inzien, verandert alles. Onze relatie met God, met onszelf en met anderen. 3. Jezus herstel van de wereld in opstanding en wederkomst laat zien dat het evangelie de toekomst in het heden brengt. Jezus is opgestaan, maar wij nog niet. Jezus heeft het koninkrijk van God gesticht, maar het is nog niet ten volle aanwezig. Jezus zal zijn werk voltooien als hij terugkomt. Zonde en kwaad zullen er dan niet meer zijn. Een nieuwe schepping zonder gebrokenheid. Christenen leven in het licht van die toekomstige realiteit. Zo evangeliseren we. Zo streven we naar gerechtigheid en leren we christenen om te bouwen aan de cultuur. We nemen de cultuur niet over, maar trekken ons er ook niet pessimistisch uit terug. De vernieuwde levenswijze, de verandering in heel ons denken, voelen en leven, is gevolg van het steeds dieper geloven in het evangelie. De misvattingen die ons bedreigen en proberen om het evangelie van ons te stelen, zijn opnieuw enerzijds moralisme, religiositeit of wetticisme, dat is waarheid zonder genade, en anderzijds relativisme, secularisme of vrijzinnigheid, dat is genade zonder waarheid. In Jezus horen genade en waarheid echter bij elkaar. Wie één van beide minder of geen recht doet, vervalt in wetticisme of wetteloosheid,
en dan verdwijnen de blijdschap, kracht en bevrijding van het evangelie. Tim Keller zegt: de kracht van het evangelie openbaart zich op twee manieren. Eerst komt het besef dat je veel zondiger bent dan je ooit had durven geloven, gevolgd door het besef aanvaard en geliefd te zijn, meer dan je ooit had durven hopen. Het eerste bestrijdt wetteloosheid en het laatste wetticisme. Die beide kunnen niet wat een juist begrip van het evangelie van Christus wel doet, namelijk zorgen voor een steeds verdergaande verandering en herstel van wat door de zonde is aangetast. Het evangelie zorgt ervoor dat we niet langer vervreemd zijn van God en is daarmee het antwoord op onze grootste nood. Het heeft de kracht om elk aspect van ons leven totaal te veranderen. Een juist en diep verstaan van het evangelie is dus cruciaal. Keller zegt: de meeste problemen in ons leven worden veroorzaakt doordat we ons niet genoeg op het evangelie richten. Ten diepste bestaan ziekmakende toestanden in de kerk en zondige patronen in ons persoonlijke leven, omdat we de diepste implicaties van het evangelie niet genoeg kennen. We begrijpen en geloven het evangelie niet ten volle. Het evangelie is in staat ons hart en ons denken te transformeren. We zullen letterlijk alles anders benaderen. Als het evangelie wordt uitgelegd en in zijn volle diepte wordt toegepast in een kerk, zal die kerk uniek zijn. Er zal een aantrekkelijk, inspirerend evenwicht heersen tussen morele overtuiging en compassie. Daarom hebben we een levensveranderende herontdekking van het evangelie nodig. Het kerkelijke leven en de harten van de mensen moeten vernieuwd worden.